Van harte welkom. Mijn naam is Danielle Nijhuis en ik werk al jaren professioneel als medium en healing medium. Samen met mijn vrienden vanuit de spirituele wereld heb ik een speciale helende boodschap voor jou. Ga lekker rustig zitten en voel hoe de boodschap jouw healing geeft. De boodschap voor vandaag is: in mijn vroegere en beginnende ontwikkelingsfases in verbinding met het universum en de spirituele wereld hoorde ik vaak om me heen: je moet je energie verhogen. Je moet dat leren om je vibrationele energie van het licht in jou te verhogen. En ik dacht altijd: oké, ik moet mijn energie verhogen, maar hoe dan? Hoe krijg ik die flow met de spirituele wereld dan hand in hand door de power toe te laten? Als ik andere mensen ging vragen, hoe doe je dat dan? Kreeg ik eigenlijk nooit echt een antwoord wat voor mij geruststellend was, helder was, waardoor ik het begreep. Beter begreep hoe ik daadwerkelijk dan mijn energie kon verhogen naar de spirituele wereld. En waarom vertel ik dit nou? Omdat mijn vrienden het hebben over: leg maar uit hoe jij dichterbij kan komen om elkaar halverwege te gaan ontmoeten. Want het is niet dat de spirituele wereld alleen maar deze kant op komt, of dat wij alleen maar omhoog moeten of onze energie moeten laten accelereren. Het is eigenlijk een ontmoeting halverwege. Alsof je op een brug staat, waardoor jij door de stilte en de rust en je mind aan de andere kant gaat zetten en bewuster wordt van je astrale lichaam. En dat je dus over die brug loopt tot de helft en daar staat een bordje, de brug naar oneindigheid, een bankje, en daar ga je zitten. En dan komt de spirituele wereld halverwege naast je zitten. Dus in alles wat je doet met de spirituele wereld, is het werken met de spirituele wereld, dan moet je voorbereid zijn om elkaar te ontmoeten halverwege. Dat betekent dat jij je energie mag verhogen en hun de ruimte mag geven om bij jou te stappen, waardoor je de controle van je mind wat los gaat laten. Ik weet dat heel veel mensen die naar deze boodschappen luisteren, daar kracht uit halen, rust uit halen, de healing ook daadwerkelijk kunnen voelen. En vandaag werd ik me er bewust van dat mijn vrienden jou uitnodigen om zelf eens te gaan zitten en je ademhaling te gebruiken. En jezelf voor te stellen dat er een licht is in jou. Misschien voel je hem in je hart, in je hoofd of in je buik. En je voor te stellen dat hij groter en groter wordt. Dan ontmoet je jouw eigen geliefdes en vrienden en diegenen die met je werken halverwege. En oefening baart kunst. Dus succes!